Maatje! Maatje! Wat doe je? Hoe gaat het in de weekend, lief? Sowieso. Waarom staat mijn video aan? Ik ben editen, druk aan het editen. Even kijken wat Hoeveel moet je nog in de weekend, lief? 3 poortjes. Ga je het halen, denk je? Nee. Waarom niet? Ik ga zien, maar ja. Ik ga choken. Zal ik voor je spelen? Wil jij voor mij spelen? Ja. Moet ik wel je accountgegevens hebben? Mijn wachtwoord is dus die ga ik niet aan je geven, oké? Oké. Paas me je PlayStation. Oké, ik geef mijn PlayStation. Ga jij voor mij spelen, oké? Ja, letterlijk. Ja, maar ik moet nog... Ja, letterlijk. Ja, letterlijk. Ik moet nog 8... Ik ga 18-9. Oké. Okay. Dat is eigenlijk precies schema voor goud 1. Ja. Dat is sowieso zelf gehaald. Aha. Ja, hoezo? De eerste 2 seconden ging je nog hierin mee, maar daarna ging je... Ja. Nee, maar als je het niet haalt, heb je gewoon flink gechoked. En de kijkers weten dat ik beter ben. Ja, is goed. Okay. Heb je nog speciale tips met jouw team die ik echt moet bedenken en onthouden? Op SCN. Trouwens, voor de mensen die denken, waarom de f*** krijg je Mattie's PlayStation mee? Jij weet nog echt je inloggegevens niet, hè? Ik krijg mijn inloggegevens niet. Oké. Amadode bij Huts. Succes. Doei. You better... Ja, ik ga winnen. Kan je die draad even opleggen? Of even, doe maar even op mijn nek. Wat? Ik ben aan het doen. Jij gaat zo naar het huis lopen, ik ga je wel volgen. Kijk, nog eens om. Waar ga je landen? Weet ik niet, dat ik wel een nieuwe Fortnite map heb ik gehoord. Nieuwe Fortnite map. Maar wat kun je daar nog, als je nog een season pass wil, wat kun je dat dan vinden? Ik vond het goed met mij. Hey, doei. Van je ex? Nee. Oké. Okay. Hey, doei. Mensen, hier zijn we dan ingebroken op het FIFA-account van Martin. Niet echt ingebroken, want ja, hij wist zeg maar dat ik het ging doen. Ja. We gaan zien wat we gaan doen en wat er gaat gebeuren. En ik vrees het ergst dat ik ben vrij slecht. Je gelooft het niet, maar dit jaar ben ik absoluut niet huts in FIFA. Maar ik ga proberen het beste ervan te maken, echt waar. Doe zeker een duimpje als je dit leuk vindt. Verder zou ik helemaal top zijn. Abonneer op mijn kanaal, we hebben bijna 300.000 abonnees. Eigenlijk horen we dat helemaal op het moment dat deze video online komt. Maar. Dit is Matt is het team. Ja. Hij heeft gewoon Suarez op de bank. Wat is dit voor bank? Team met Michael van. Ik gok Michael Essien. Laten we gewoon gelijk beginnen. Ja, en geen gezeik. We gaan gewoon proberen om goud 1 te halen voor Matty. Hopelijk gaat het lukken. Kom op. Dan. Oh, hopelijk komen we tegen een beetje slecht team. Kom op, een slecht team. Oké. Gewoon redelijk team. Gewoon, ja, best goed eigenlijk. Die rechtsback. Dat lijkt opvallend veel op Dinje. Maar Dinje is linksback. Het zal niet Dinje zijn. Maar hij lijkt wel echt heel erg op Dinje. Even als we heel eerlijk zijn. Ik ben echt benieuwd naar Michael Essien. Oh, daar was hij al bij. Kijk, Sonnetje speel ik natuurlijk zelf ook wel regelmatig mee. Dat is super Japanees. Die ben ik wel gewend. Oh, Walcott, rennen, jongen. Rennen. Balletje op Son. Oh. Oh, hij heeft wel Neymar, dat is wel chill, hè. Neymar is echt goed. Oh, lekker. En dan mailen. Hop, nu daar toch. Oh. Nee, ik wilde weer te graag op Essien spelen, Koen. Dat moet je niet doen. Essien. Schiet! Essien, wat de heck. Hut. Lekker. 1-0, Essienetje. Wat een goal, zegt Michael Essien. Want hij is vast trots op me. Ik weet zeker dat hij trots op me is na het zien van dit doelpunt. Wat een Remo fruit. Oh, is dat frit achterop? Dat er fruit stond. Heerlijk zeg. Wat een doelpunt. Essien, wat een legend. Deze tegenstander kan er helemaal niks van waar we tegen spelen. Essienetje. Ik heb wel door welke speler ga ik kopen in mijn team, jongens. De missing link bij mij, waardoor ik net geen top 100 haal, is gewoon Michael Essien. Ja, geel elkaar. Ga je het zien. Lekker. Zit hij weer tussen. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Die vent is echt legit goed. Hoe kan dit? Hoe kan hij echt goed zijn? Paas. Lekker. Tik door. Essien. Knal hem maar. Oh, is hij naast? Oh, zie je ernaast, Essien? Wat een gek. Nee, maar ik wil even afspreken met jou. Degene die nu aan het kijken is. Laten we eerst gewoon even op een comfortabele voorsprong komen. Ik zei 1-1. Ik dacht, ik wist het al. Ik heb gewoon veel te veel lopen meme. Deze gast is niet eens goed. Kopje erbij, Koen. Kom op, je bent beter. Die Walk heeft nog geen goede bal gegeven, legit. Gerurti. Ik laat veel te lang doorspelen. Maakt niet uit, want ik tramp hem helemaal verkeerd. Ik doe het helemaal verkeerd. Wat doe ik? Oké, we staan 1-1 bij rust. Is niet erg. Niet heel goed. Kom op, Koen. Je mag er 1 verliezen. Maar laten dat niet de allereerste pot zijn. Want dat is gewoon niet heel fijn. Ja, kijk, zo makkelijk is het. Goed, Essien. Nee, Essien. Wat een balverlies. Dat mag helemaal niet daar, jongen. I don't like these. Griezmann, doe maar. Oh, keeper red. Waarom staan wij Matty? Mijn Matty staat helemaal een verkeerde speler staat daar. Matty staat Varaan hier. Die moet je natuurlijk echt absoluut niet hebben hier. Goed bal. En Dombele. Terug. Op Son. Ah. Net niet lekker weggedraaid. Nee. Nou komt de counter. Die moet eruit. De counter moet eruit. Essien. Heerlijk. Essien. Griezmann. Goal. Nee, die keeper. Hè? Dombele. Nee, die moet je daar ook niet hebben. Maar je schiet hem er wel in. Nee. Dan krijgen we weer een counter. Sliden. Ah, nee. Ik zit ernaast. Probleem. Groot probleem. Zeker groot probleem. Ultiem groot probleem. Want hij gaat hem nu doorsteken. En doet bij verdediger helemaal niks. Dan gaan we rustig met 2-1 achter komen. Komen gewoon met 2-1 achter. We gaan gewoon verliezen. We gaan de allereerste pot gewoon verliezen. Schiet! Nee, de keeper! Die pakt hem gewoon. Hoe dan? Ik ga gewoon geen goud 1 halen voor Matty. Matty, als je dit ziet, spijt me echt. Het spijt me oprecht. Nee, we hebben verloren. We hebben gewoon verloren. Hoe heb ik dit verloren?
Hoe heb ik dit verloren? Oh, sorry, Matt, dat je gauw 2 haalt. Het spijt me echt. Aan de andere kant, bij mezelf was het ook zo. Ik ging niet zo lekker. Toen daarna haalde ik het toch op een of andere manier. Oké, let's do this. Volgende pot. Alles of niet wedstrijd. Daar komt het eigenlijk op neer. Namelijk, als ik dit verlies, dan hebben we helemaal niets. En dan zijn we gauw 2 geworden. Met een pittig team. Ik vrees dat ik dit wel een pittig team vind. Hij heeft die Malqui op rechtsback. Die kan er dus echt absoluut geen reet van. Die kan er echt helemaal niks van. Laten we hopen dat we die helemaal zwaar onder druk kunnen zetten. Dat we daaruit iets kunnen forceren. Dus via de linkerkant, via Neymar. Alles moet via Neymar. Rust. Koppetje erbij. Ga maar Neymar. Ga maar jongen. Oh, die Malqui. Die kan er geen reet van. Ik zei het al. Hebben we rustig een corner. Jawel. Ik zei, die kan er niks van. En ik zit tussen zijn oren. Jawel. Overheen. Kop. Ah. Griezmann schiet. Nee, geblokt. Hoe dan? Oh mijn god. Ja. Walker. Ah, geblokt. Griezmann. Hop. Tot naar zijn links. Griezmann, verre hoek. Wat een sliding. Hoe dan? Voorzet. Nee. Oh. Dan moet je een beetje geluk bij hebben. Dat had ik op dit moment zeker niet. En even rust houden, jongens. Griezmann komt door. Griezmann schiet. Oh god, je bent snel, maar je bent ineens niet snel. Hoe ben je ineens zo traag? Ah, nu doorstomen. Nu doorstomen, Essien. En de bal geven. Lekker, Essien. En op de tweede paal, op daar, eerste paal, staat Essien. Oh mijn god, Essien. Wat doe jij? Neymar. Paal. Ik schiet op de paal. Tweede helft. Let's go. Let's do this. Ik heb nog niet echt zijn zwakke plek te pakken. Dat is een beetje vervelend. Maar sorry, heb je al even door iemand zwakke plek is, toch? Maar dat heb ik bij hem niet. Daarvoor ik verlies dit. Heb ik gewoon 2 potten verloren. Dan ben je vrij slecht, hè. Nee. Oh, Neymar. Weer paal. Ik schiet gewoon weer op de paal. Ik schiet gewoon 2 keer op de paal. Lekker. Overtreding, ben je gek? Kijk, zolang ik de bal heb, kan hij niet scoren. Dat is waar. Dat is de waarheid als een koe. Ik denk dat ik niet op kabel speel weer. Ik heb namelijk echt zieke delay. Ik denk dat ik weer op wifi speel. Bro, ik zweer je, ik heb zulke zieke delay. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Als ik loop, dan loop ik 5 minuten lang de andere kant op. Staat het helemaal nergens op. Bro, ik draai en hij draait een minuut later. Wat is dit nou? Nah. Ik heb nog nooit meegemaakt. Hij doet precies wat ik ook altijd doe. Corners kort nemen. Nog een corner. Hallo. Nee, dit meen je niet. Dit is nog niet normaal. Hoe kan dit nou? Ik kan me niet bewegen met mijn spelers. Ik zweer, dit is zo slecht. Oh mijn god. Ik ga gewoon verliezen. Ding is, ik moet dat derde potje spelen van man. Want ik moest ze alle 3 spelen. Want dan kon je het niet meer zien of zo. Dan kon je niet meer veranderen. Oh. Bro, ik zweer je. Er is niet te spelen. Het is zo slecht. Ja, ik heb de vorige verloren. Het is zo slecht. Hij heeft ook geen ultra attacking dit. Het is zo traag. Ja bro, ik paas die bal 3 uur. Ik heb gewoon verloren. Ik heb al gauw 2 gehaald. Oh, dit is zo slecht. Oh mijn god. Oh, dit is zo slecht. Oh mijn god. Dan moet ik zeggen, ik ben normaal gesproken wel slecht. Maar deze keer werd ik echt geteisterd door de delay. Het is echt niet te spelen, ik zweer het je. De vraag is, ga ik ze alle 3 verliezen of ga ik die derde wel winnen? Dit is mijn tegenstanders team. Oh, het ziet er goed uit. Dat laat lekker. Dit team, daar kan je niet van verliezen. Dat hoort gewoon. Je hoort hier niet van te verliezen. Maar ja. Ik heb net bewezen dat het onmogelijke mogelijk is, namelijk om met 18 om 9 naar 18 om 11 te gaan. Ja, Neymar. Dit moet hangen zijn. Neymar, bam. Goal. Ja, lekker. 1-0. Maakt voor de rest geen reet uit. Het is echt een potje letterlijk voor spek en bonen. Oh, ik moet zo naar Matto. En ik mag natuurlijk niks zeggen. En dan komt hij straks achter. Ik ga hem 2 hebben gehaald. Echt triest. Ja, we zijn 1-0 voor bij rust, mensen. Ik ben echt goed. Ik ben echt huts. Echt heel huts. Hij heeft 0 schoten, 0 goal. Dus deze pot gaan we waarschijnlijk gewoon rustig verliezen. Jawel. Oh, wordt er niet gechoked, hè? Oh man! Boom! Wat is hier goed, hè? Wat ben ik goed? Nu moet je wel weggaan. Hoezo? Ja, je mag niet zien welke scherm ik straks krijg. Even kijken of er speers zijn waarmee ik mijn excuses kan aanbieden aan Matty. Sorry, Matty. Het spijt me echt. Oh, het leven is triest. Zo triest. Hoe dan? Hoe? Maak je? Jongen. Lig je al op bed? Nee, even 2 minuten pauze. Heb je het wel gehaald? Oh, ja. Ik heb even voor de duidelijkheid. Bankzitters. Naast de deppen lang uit. Voordat je gaat kijken wat je gehaald hebt, heb ik een team voor je gemaakt. Wist ik, dacht al dat je spelers ging kopen. Ja, maar echt heel goedkoop. Ja, nee, maar 10k heb je. Voor de eerste speler moet je de voornaam lezen en de rest de achternaam. Ik moet van links naar rechts. Ja, je moet dus zelf maar wanneer gaan kijken. Wat denk je dat ik heb gehaald? Ja, easy. Ja. Oh, ik ben natuurlijk wel de FIFA koning. Ja. Nou, nu ga ik weer lekker er vandoor. En ik zeg fijne avond. Als ik rewards heb, ga ik kijken. Ja, je moet eerst het team kijken. Nee. Dan. Dan, ja. Hoe heb je dit voorbereid? Welke namen? Nee. Het is echt een message naar jou. Ik ben Noem.
Ah. Misschien, misschien. Jij bent bagger, man. Nee, dat was wel leuk geweest trouwens. Nee, maar ik wil je bedanken en doe je. Ik wil jou bedanken, denk ik. Hallo, je wilt me toch sowieso bedanken, wat ik ook gehaald heb. Nee. Waarom niet? Als je gechoked hebt, wat dan? Ja, dan heb ik het alsnog gewoon wel... Dan heb ik alsnog de Vision Rivals punt. Ja, dan raad op. Hé, hey, maak je de groeten. Hey, doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. In mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.